U bent directeur van een groot verhuisbedrijf. Ergens in het centrum van Nederland. We hebben elkaar leren kennen toen bij Zaak. En toen zei u, ik heb al een paar medewerkers waar ik wel eens iets mee wil gaan uithalen via jullie. Ja. Heb ik gezegd, ja. Dat heeft u gezegd. Dat is ook gebeurd. Want die jongens, hè. Ja. Wij hebben zogenaamd het praathuis, heet dat bij ons. Ja. En dan komen die verhalen los. Van die mevrouw hebben ze zus beetgenomen, die meneer hebben ze zo beetgenomen. Je kan dat wel natuurlijk. Ja. En hun gebeurt dat niet natuurlijk, want ze zijn heel slim. Ontzettend slim zijn ze. Oké, voor de volgende grap was Bananensplit tijdelijk gehuisvest in een benedenwoning in Amsterdam. En daar hadden wij, aardig als we zijn, alle meubels alvast in de voorkamer klaargezet voor de verhuizers. Ze hoefden ze alleen nog maar in te laden. Als we zijn. Ja, die is groter. Bent u wel van een sloperijbedrijf of bent u van een verhuisbedrijf? Dat moet je noemen. Ja, meneer, u weet toch hoe het werkt, een verhuizing? Ik weet het niet, want dan hadden we het zelf wel kunnen doen. Ja, maar hier kan ik... We nemen een goed gerenommeerd bedrijf, nemen, wordt gezegd. Als een man hier binnenkomt zo... Nou, dat is het. Er is niks stuk, maar ik kan hier niks aan doen. Oh. Het lijkt wel of ik met slopers te maken heb. Slopers? Verpleegkundige zult u bedoelen, mevrouw. Zal ik even koffie zetten? Melk en suiker? Ja, mijn collega? Oké. Okay. Ja, graag. Ja, dank u wel.
Moet je niet zo. Moet je niet zo. Ja, dat kan wel. Is dat ook wel? Straks nog alleen eventjes de lamp, laten we nog eventjes... Een drap. Ja, een drap. Ja, want er mag er één lamp in. Sorry, jongen, ja. Ja, dat is een hond. Ik weet niet wat u zegt. Meneer Adsen, wat weet je alsjeblieft? Ja? Ja. Nou, het spijt me dat we lachen. Maar we zitten koffie te drinken. Ja? En de hele lamp komt naar beneden. Dan lach jij, jong. Nou ja, wat kan ik er dan aan doen? Ja, uit met René. René. Wat we in onze handen pakken, dat valt uit elkaar. Dat is niet te belachen, jongens. Kijk, dat is natuurlijk wel een kennis van meneer Saan, dus we krijgen er wel problemen mee, hoor. Ja, maar Arthur, ja? We staan hier om koffie te drinken. Ja? De kraanluchter valt een einde naar beneden. We staan binnen, ja? En een deurtje valt zo uit die kast. Ja, maar dat valt toch niet zomaar spontaan uit die kast, maar dat kan toch niet? Nou, Arthur, ik zweer het. Dat is aan boven, maar. Ja, dat weten wij toch ook niet, joh. Kijk, ik probeer ook met mijn werk zo goed mogelijk te doen. Ja, daar hebben jullie daar naartoe gestuurd. Ik bedoel, het was even een klusje wat even netjes geregeld moest worden. Dus, ja, maar Cor ook. Kijk, ik had het net zo goed aan een paar kraammachines op af kunnen sturen. Dat is eigenlijk een raar. Ja, hier heb je Cor nog even. Ja. Hey, ja, het... Ja, Cor. Nou, ik weet 100%. Ik wil van 5 uur open. Ik moet toe op een 5 uur. Nee, maar dat moet ons ook wel gaan. Ciao. Het zijn zulke jongens, maar je moet niet je porseleinkast laten versjouwen door ze. Zelfs in de trust die jouw kennis het niet in de rust laat. Kort? Bedankt. Fantastisch draaien. Ja. Nee. Ja.